welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik bij jullie terug met de allerlaatste adventkalender unboxing van 2021. En dat is deze. Ik zag hem bij Boedeshop. Hij is lekker goedkoop. Hij zag er wel goed uit. Ik dacht, laten we hem gewoon bestellen. We zijn nu al ruim in december, dus het is nu al onderhand klaar met de adventkalenders. Maar ik dacht, ik knal er nog snel gewoon eentje in. Ik hoop dat jullie dat nog gewoon leuk vinden en het niet te laat vinden. Heel veel mensen halen nog heel last minute adventkalenders, dus deze video is voor jullie. Als je iets hebt van Sarah, er is nog een adventkalender die ik zo graag wil zien. Het is niet te laat. Koop hem. Laat hem zien. Laat het me dan weten beneden in de reacties. Maar vooralsnog is dit wel gewoon echt de laatste kalender voor dit jaar. Ik vond het echt weer super leuk dit jaar om alle kalenders te unboxen. Als je ze allemaal hebt gezien. Props voor jou. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat ik je heb vermaakt. En als je ze nog niet hebt gezien, ze staan gewoon allemaal op mijn kanaal. Dus neem zeker een kijkje. Ik denk dat tot nu toe de beste kalenders van dit jaar waren die van de Goodie Box. Die was echt heel, heel erg goed. En die van de Body Shop. Zijn wel allebei kalenders in de 100 euro. Maar die twee waren wel echt de beste. En qua de betaalbare categorie vond ik die van de Action echt heel erg goed dit jaar. Maar goed, we gaan kijken of dit ook een van mijn faves gaat zijn vandaag. Het is een kleine kalender, slechts 12 vakjes. Maar ik ben toch heel erg benieuwd wat erin zit. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Voordat we beginnen zal ik even vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb MAC Lippot loodje op in de kleur Soar. En deze Creamy Cult lipstick van Messauda in de kleur 104 Chic is een hele mooie lichtroze creamy kleur. Als je houdt van creamy lipsticks, dit gaat echt de perfecte lipstick zijn voor jou. Ze voelen echt aan als een ballempje te koop bij Douglas. Maar goed, het gaat vandaag niet over de lipstick, het gaat over deze kalender. Dit is de LA Colors 12 Days of Makeup Surprises Advent kalender. Dit is dus een kalender met 12 vakjes in plaats 24, dus de helft. Het zit boordevol met LA Color make-up. Voor de mensen die LA Colors niet kennen, dat is een heel betaalbare make-up merk. Het is niet echt heel bekend in ons landje, maar het is hier wel te koop. En met betaalbaar bedoel ik echt betaalbaar. De prijzen zijn echt heel erg laag, daarom was deze kalender ook echt heel erg betaalbaar. Het voelt op zich wel goed aan. Het is niet echt super deluxe verpakking, obviously. Ik vind al dat roze wel heel erg mooi. I like it. Hier achterop staat wat er allemaal in zit, maar daar gaan we expres niet naar kijken. Dit is gewoon hoe het aankwam. Er zat wel een plasticje omheen, maar die heb ik er al afgehaald. Nou, laten we gewoon niet al te veel tijd verspillen en gewoon gelijk ingaan. Ik ga gewoon gelijk beginnen met vakje nummer 1. Die is hier. Ik vind er allemaal echt heel feestelijk uitzien en zo. Dat vind ik wel leuk. Oké, hij gaat wel makkelijk open. Dat had ik niet verwacht van zo'n betaalbare kalender. We hebben als eerste een lipstick. Ik hou van lipsticks. Hoe meer lipsticks, hoe beter. Hele mooie kleur. Een beetje een donkere nude kleur. En het is een creamy lipstick. Heel mooi. I love it. Dit gaat dus echt de ideale kalender zijn voor iemand die echt houdt van make-up. Hier een heel klein mini vakje. Een klein vierkant vakje. Ik hoop niet dat ik mijn nagels ga pesten. Oeh, ik denk iets van losse oogschaduw. Ja, dit is losse oogschaduw. Kijk, heel mooi goud wel. Heel mooi voor met de feestdagen. Deze kalender doet me een beetje denken aan die van de Action. Het lijkt alsof het gewoon een beetje van die Action make-up is. Maar dan gewoon van een ander merk. Dan hebben we hier nummer 3. Die is heel lang en smal. Oh, ook weer een lipstick. Echt, ik kan persoonlijk echt niet genoeg lipsticks hebben. Dus dat maakt me altijd heel blij. Deze kleur lijkt op die andere, maar is iets donkerder. Kijk, dit is het verschil. Die andere is iets meer roze en die ik nu heb is iets meer bruinachtig. Oké, heel mooi ook. Dit merk doet me altijd een beetje denken aan een mix van Action make-up en Catrice en Essence. Een beetje een mix van die merken. We gaan verder met nummer 4. Ook weer een klein vierkant vakje. Oeh, blush. Een hele mooie beetje matte blush. Lijkt echt op mijn achtergronddoek. Heel erg cute. Er staat verder geen kleur op ofzo. Maar de kleur is wel echt heel erg mooi. Dit is echt wel zo'n kleur die ik zou gebruiken. I like it. We gaan verder met nummer 5. Die is hier. Ik denk dat we hier vandaag echt super snel doorheen gaan. Oh my goodness. Deze ging iets moeilijker open. Volgens mij is het een lipbalmpje of zo. Ja, lipbalm. Vanilla scented. Ik kan niks ruiken want ik ben verkouden. Maar ja, het zal vast wel naar vanille ruiken. Dus vanille lipbalm. Heel handig ook voor in je tas. Ik had gewoon heel tijd lipstick op mijn tand. Oh my god. Heel handig dus voor in je tas om mee te nemen. Ik heb altijd lipbalm bij me, want mijn lippen kunnen echt heel droog worden. En af en toe heb ik gewoon geen zin om mijn lipstick weer helemaal opnieuw aan te brengen. Wat was dit? 5? Ja, 5. We gaan naar 6. Oh, hier is 6. Er staat niet het getal, maar er staat gewoon echt zo geschreven 6. Dat is wel apart. Dat zie je niet heel vaak bij kalenders. Oeh, iets wat glittert. Ik denk een gloss.
Ja, een prachtige gloss. Kijk dit, hoe mooi lichtroze. Ik ga hem gewoon gelijk opdoen. Dit staat echt heel mooi met deze lipstick en make-up look. Gewoon een hele mooie sheer glitterige lichtroze gloss. Je gaat het niet heel goed zien nou door al mijn lipstick, maar whatever. Mooi. We gaan verder met nummer 7. Die zit hier. Die gaat zo naar beneden open. Oeh, nog een lipgloss. Gaan we die ook gewoon gelijk opdoen? Ik ga gewoon vandaag lipgloss op lipgloss op lipstick op alles aanbrengen. Deze kleur ziet er wel echt weer heel mooi uit. Oh, deze is wel echt heel fel. Oh ja, donker meer. Deze vind ik wel fijner dan die gloss van net. Deze geeft wat meer, ja, wat meer product, wat meer pigment, wat meer gloss, zeg maar. Die andere voelde een beetje cheapy aan, maar was wel heel mooi glitterig. Oké, dat was 8. Nee, dat was 7. We gaan nu naar 8. Ik denk misschien iets van een potloodje of zo. Ja, ik wist het altijd. Als ik zie dat het lang is en smal, weet ik al, dit is een potloodje. Dit is LA Colors Eye Pencil. Een zwart oogpotloodje. Altijd handig om een wing te maken of in je waterlijn of whatever. Ik ga verder met nummer 9. Ik had het wel leuk gevonden als het 24 vakjes waren geweest. Oeh, nog een lipgloss. Deze kleur is ook heel mooi. Is iets donkerder dan die van net. Even kijken. Dit was die van net. Deze was een beetje rozig. Deze was een beetje bruinig. Ze matchen ook heel mooi met deze lipsticks. De roze is zo te matchen met de roze. Zo zou ik ze echt matchen. Ik weet niet of dat expres is gedaan, maar het is wel echt een hele goede match. Oké, bijna klaar. We gaan nou naar vakje nummer 10. Oeh, nagellak. Had ik niet verwacht, maar vind ik wel heel leuk. Niet per se voor mij, want ik heb acrylnagels. Maar heel veel mensen hebben dat niet. En dan is het wel heel leuk. De kleur vind ik ook heel erg mooi. I love it. Hier is 12. Maar oh, hier is 11. Ik wilde net gaan vragen, waar is 11? Ik ga naar 11. Een holographic lip gloss. Oeh, daar ben ik altijd wel een fan van. Ik vind dat altijd wel een mooi effect hebben. Zo'n gloss, precies dezelfde gloss als die roze, maar dan zo holographic. Kijk, dit zijn dan de twee glossjes. Super duper leuk. We krijgen wel echt heel veel lipproducten. Dat valt wel echt op. Oké, dan de laatste. De laatste is meestal het beste. Ik hoop iets van oogschaduw. Een klein paletje of weet ik veel wat. Ja, het is ook gewoon echt een paletje. Ik ga stuk. Dit was echt een goede kalender. En je krijgt er ook zelfs een kwastje bij daarnaast. Kijk, je krijgt er ook zo'n kwastje bij. Dat is wel grappig gedaan. Kijk, wat een mooi paletje. Het is betaalbaar. Het is een goedkoop paletje. Maar ik vind de kleuren er wel echt heel mooi uitzien. Lijkt echt heel veel op wat ik vandaag op heb. Je kunt er echt zo'n look mee maken. Deze kalender was echt goed gevuld. We zijn echt super snel klaar. Want het was niet heel veel. Maar hij is echt helemaal leeg. Nou jongens, dit ging vandaag echt heel snel. Ik heb volgens mij in 2 jaar niet zo'n snelle video gemaakt. Is af en toe ook wel fijn voor mij. Dan hoef ik hier niet al te lang te zitten. Ik vond het echt best wel een leuke kalender. Als je houdt van make-up, is dit echt een leuke kalender voor jezelf. Of voor een ander. Voor iemand die van make-up houdt. Ik persoonlijk zou hem halen als ik een jong meisje had gekend die houdt van make-up. Vooral een jonge meid die wil experimenteren met make-up. Een beetje wil spelen. Is dit allemaal echt heel leuk. Je hebt lipstick, lipglosses, oogschaduwpaletje, nagellak, lippotloodje, blush. Je hebt echt bekant alles voor gewoon een volledige look. En dat voor echt een hele betaalbare prijs. De kwaliteit gaat niet echt het beste zijn. Maar ja, dat is ook waarvoor je betaalt. Ik zou het niet per se halen voor echt een professioneel make-up artiest. Maar nogmaals, voor een jong persoon, ja, vind ik dit wel gewoon echt heel leuk. Als ik een dochter had gehad van like 10 jaar, had ik dit voor haar gehaald. Superleuk. Zoals altijd ben ik ook heel benieuwd naar jullie mening. Let me know wat jij van de kalender vindt beneden in de reacties. Is dit iets wat je juist zou halen voor iemand of voor jezelf? Let me know beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie vandaag weer heb vermaakt. Vandaag lekker kort, maar krachtig. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!